In de meest recente maandtrailer van Goede Tijden, Slechte Tijden zorgt het onverwachte liefdesavontuur tussen Chanty Bertri Wieringa, 34, en Richard, Edwin Jonker, 47, voor een golf van verbazing en speculaties onder de trouwe kijkers. Terwijl sommigen zich amper kunnen voorstellen wat ze zien, waren er anderen die deze ontwikkeling al zagen aankomen. De scène waarin Shanti en Richard samen in bed belanden, heeft heel wat reacties teweeggebracht, en de speculaties over mogelijke gevolgen gaan verder dan de grenzen van het scherm. Een maand geleden keerde Richard van Noot opmerkelijk terug naar Meerdijk vanwege de erfenis van zijn overleden ex, Billy de Palma. Nu blijkt dat hij, gehuld in een pruik en met zijn alter ego Benny, een ontsnapte gevangene is die Chanti bijstaat in de overname van haar moeders bedrijven. Hoewel hij zich opwerpt als een soort vaderfiguur voor Chanti en haar vergeven is voor het breken van haar moeders hart, ontwikkelt de relatie tussen de twee zich onverwacht romantisch. Vooruitkijkende fans hadden afgelopen week via Videoland al de eerste zoenen tussen Shanti en Richard kunnen zien. De maantrailer onthult echter dat de connectie tussen de voormalige schoonvader en dochter nog verder gaat, tot in de slaapkamer. De reacties op social media variëren van medelijden met Rick, de bedrogen echtgenoot, tot bewondering voor Richard's verleidingskunsten. Een kijker merkt op, arme Rick, dit had ik al meteen gedacht met Richard. Die weet precies hoe hij een vrouw moet inpakken. Bertrie. Vorig jaar bekroond met de gouden televisiering acteur, wordt geprezen voor haar overtuigende acteerwerk, vooral in het aangrijpende verhaal over de stilgeboorte van haar en Rick's dochter. Ondanks haar personage dat door een ongeluk geen kinderen meer kan krijgen, merkt een optimistische kijker op: In GTST kan alles. Hierdoor speculeren meerdere fans over een mogelijke zwangerschap van Chanti door Richard, wat het definitieve einde zou kunnen betekenen voor het eens zo stabiele soapkoppel Shanti en Rick. Terwijl de focus op Shanti en Richard ligt, lijkt ook het langdurige huwelijk van Ludo en Shanine op de klippen te lopen. Caroline de Bruin en Erik de Vogel delen hun reflecties op hun 28-jarige soophuwelijk voor de camera van RTL Boulevard. De spanningen in Meerdijk bereiken zo een hoogtepunt, waarbij liefdesverwikkelingen en huwelijksperikelen de kijkers in de ban houden van deze meeslepende soap.